Een verdachte in de zaak waarbij een Nijkerkse vrouw is gedood is weer opgepakt. Bij haar arrestatie trof de politie een zwaar gewonde vrouw aan. Goedenavond en verder. De jacht op pedo's neemt toe waarbij het er soms hard aan toe gaat. De politie is niet blij met de acties van de pedojagers. Ik snap dat ze er niet blij mee zijn. Aan de andere kant denk ik dat het gewoon jaloezie is. Dat wij het gewoon op een betere manier aanpakken dan de organisatie van de politie. En veel belangstelling gisteravond tijdens de herdenking van de omgebrachte Jan. Ja, emotioneel. Het is natuurlijk ontzettend. Het heeft een enorme impact op de buurt. Een 46-jarige Amsterdamse die eerder werd opgepakt wegens de dood van een vrouw uit Nijkerk is gisteren opnieuw aangehouden. Bij haar arrestatie vond de politie bovendien een ernstig gewonde persoon in een woning in Nijkerk. Volgens buurtbewoners werd de vrouw in een woning aan de commissaris van Heemstraatstraat in Nijkerk aangehouden. Bij de aanhouding werd ook een gewonde vrouw afgevoerd. Gistermorgen kwam de politie daar eigenlijk aan en die hebben de inwonende vriendin van de bewoonster daar geboeid afgevoerd. En niet zo'n lange tijd daarna kwam de ambulance eigenlijk daar ook. En toen hebben ze uiteindelijk de oorspronkelijke bewoonster daar afgevoerd met de brancard. De aangehouden vrouw werd eerder opgepakt wegens de dood van een vrouw uit Nijkerk. Het zou gaan om de 88-jarige bewoonster van het huis. De verdachte in de zaak werd afgelopen vrijdag op vrije voeten gesteld bij gebrek aan bewijs. Nieuw bewijs zorgde ervoor dat zij opnieuw aangehouden is. En bij die aanhouding is een zwaargewonde vrouw aangetroffen. En dat zou gaan om de pleegdochter van de eerder deze week dood aangetroffen 88-jarige vrouw. In verband met de gewonde vrouw is ook een 47-jarige Amsterdammer gearresteerd. Hij werd zaterdag in zijn woonplaats aangehouden. Het is een hype op het internet, pedojagen. En de politie is er niet blij mee. Ondanks waarschuwingen en de recente arrestaties door de politie blijkt dit fenomeen online alleen maar te groeien. En het gaat er soms hard aan toe. Wat ben jij hier aan het doen? De Gelderse pedohunter EU begon nog maar 5 weken geleden met pedojagen. Hij zag dat bij anderen online en wilde dat zelf ook doen. Nu heeft hij er, naar eigen zeggen, al 12 ontmaskerd. Meestal vragen ze gelijk hoe oud je bent. Nou, dan gaf ik dan aan van ja, ik ben 15. En uiteindelijk sturen ze al gelijk geslachtsdelen. Ze willen afspreken. De confrontatie die volgt gaat soms gepaard met veel geweld. De beelden worden gedeeld op internet en vaak duizenden keren bekeken. Burgerarrest. We afspreken met Daisy toch? Ik wist niet dat ze zeker zal komen. Wij seks met een minderjarige. Verder is niks, ik was alleen. Wij seks met een minderjarige. Nee. Jawel, dat wij wel. Er zijn verschillende chatsites online waar een meisje vanaf of een jongen vanaf 15 jaar zich al kan aanmelden. Daar ga je op en ja, binnen 5 minuten heb je 30 man die op je reageert. En uiteindelijk probeert diegene een afspraak met mij te krijgen. En daar komen we naartoe. En in plaats van dat meisje er is, dan staan wij er. Pedohunter EU probeert geen fysiek geweld te gebruiken. Maar dat geldt niet voor alle pedojagers. De politie heeft zijn handen vol aan dit fenomeen en is er beslist niet blij mee. Omdat we zien dat het heel snel leidt tot het spelen van eigen rechten. We zien vaak dat mensen niet alleen worden aangehouden, maar ook worden mishandeld. Dat er dingen worden vernield. Dat mensen publiekelijk aan de schandpaal en dus publiekelijk veroordeeld worden zonder dat er ook maar een onderzoek aan te pas komt. Dat vinden we wel echt een slechte ontwikkeling. Ik snap dat ze er niet blij mee zijn. Aan de andere kant denk ik dat het gewoon jaloezie is dat wij het gewoon op een betere manier aanpakken dan de organisatie van de politie. Een grote verwoestende brand in Zwartebroek. Daar is vannacht een rietgedekte woning helemaal uitgebrand. De boerderij zou bewoond worden door arbeidsmigranten. Maar toen het pand rond 1:30 vannacht in lichte laaien stond, was er niemand thuis. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De vlammen sloegen al meters hoog uit het dak toen de brandweer arriveerde. De woonboerderij staat aan de rand van Zwartebroek en de brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden. Volgens buurtbewoners waren in het pand meerdere arbeidsmigranten door een uitzendbureau gehuisvest. En daar had niemand last van, zegt een overbuurman. Af en toe wat muziek, maar verder niks. Nee, ik ken ze ook niet. Nee, dus. De overbuurman is opgelucht dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Hij beseft ook dat de kans klein is dat ooit duidelijk wordt hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Het is een oud pand, hè? Dus kan er van alles gebeuren. Ongedierte, kortsluiting. Zoiets zal het geweest zijn, denk ik. Ja.
De boerderij is bijna een eeuw lang bewoond geweest door de familie Buitenhuis. Een paar jaar geleden is het verkocht, maar een kleinzoon komt vandaag nog even kijken. Hier is mijn vader opgegroeid en mijn tantes hebben hier hun hele leven gewoond. Het zijn natuurlijk maar een stapel stenen, maar aan de andere kant voor mijn familie wel wat emotionele binding. Als u dan ziet hoe het er nu bij staat. Ja, triest natuurlijk. Jammer. Het is niet bekend waar de gedupeerde bewoners vanaf vandaag worden ondergebracht. Een emotionele bijeenkomst gisteren in de Spijkerstraat in Arnhem. Daar kwam anderhalve week geleden de 73-jarige oud-docent Jan door geweld om het leven. Honderden mensen hielden voor zijn huis 2 minuten stilte. Een indrukwekkende stilte in de Arnhemse Spijkerstraat. Vele tientallen mensen wonen de herdenking van Jan bij. Zonder stille tocht, maar in plaats daarvan een lang lint van lichtjes. En 2 minuten stilte. Ja, emotioneel. Het is natuurlijk ontzettend. Het heeft een enorme impact op de buurt. En ik zag ook steeds mensen daar naar die bloemen gaan, mensen bloemen neerleggen. En het was eigenlijk nauwelijks een moment dat ik keek dat er niemand stond. In samenwerking met de gemeente zetten bekende buurtbewoners en ook oud-leerlingen van de gepensioneerde docent de herdenking op touw. Jan was een goede leraar, een rechtvaardig. Hij straalde gezag uit. En een geliefde man, dat kan je ook wel zien door de mensen die hier allemaal bijeengekomen zijn. Hij heeft zich tientallen jaren eigenlijk ingezet als docent voor de jeugd. Als je dan hoort dat hij op gruwelijke wijze van het leven is beroofd door jeugd, dan is dat niet te bevatten natuurlijk. Ja, het is het verlies van een Arnhemmer, iemand die ze in de wijk ook kende als een goede buurman. En die moeten ze nu missen. Straks vergane glorie in Harderwijk en een einde van een tijdperk stappen. Maar de herinnering aan mooie avonden blijft. Omdat ik daar mijn man heb ontmoet, 1996, blind date gehad. Weer was er overlast door jongeren in Druten gisteravond. De politie greep in en maakte een einde aan een samenkomst. De groep hing rond op de markt in Druten, waar meerdere bekeuringen zijn uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels. Jongeren zorgen al langer voor overlast in Druten door met scooters door het centrum te scheuren en vuurwerk af te steken. Een politieachtervolging gisteravond in Kootwijk. Daar ging een snelheidsduivel er na een stopteken vol gas vandoor. Met snelheden boven de 200 km per uur haalde de bestuurder in over de vluchtstrook en ging bij Stroe de snelweg af. De wagen kwam uiteindelijk in Kootwijk tegen een hek tot stilstand, waarop 2 inzittenden de benen namen. De politie kon een van hen na een grote zoekactie oppakken. Het was voor veel mensen een begrip. Als je op de Veluwe lekker wilde gaan stappen, dan ging je naar Harders Plaza in Harderwijk. Het is deze maand 40 jaar geleden dat IJspaleis De Harder werd opgebouwd en dat later uitgroeide tot het legendarisch uitgaanscentrum. Harders Plaza is inmiddels gesloopt en begonnen is met de bouw van een appartementencomplex. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar zo ging het er op een gemiddelde stapavond aan toe in Harders Plaza. Vanuit heel het land en ook vanuit Duitsland en België kwamen feestgangers naar het uitgaanscentrum. En ook bekende artiesten wisten Harderwijk te vinden. Maar de tijden van weleer zijn voorbij. Het uitgaanscentrum is gesloopt. Verdrietig vindt Erik van Tricht. Hij werkte er jarenlang in de bediening. Ik vind het wel zonde. Ik vind het altijd een markant gebouw. Als ik er langs rijd, dan heb ik een leuke herinnering aan. Ook een leuke eigenaar. Echt altijd leuk voor gewerkt. En ik zou het wel missen als ik er langs kom. Het is toch beeldvormend. Ik heb er als uitzendkracht gewerkt in de horeca. Veel hele grote feesten daar meegemaakt als cateringmedewerker. Het was elke keer weer gewoon verrassend wie en wat er was. Een van de feestjes zal hij niet snel vergeten. Er was een evenement georganiseerd voor vertegenwoordigers uit het hele land. En die zouden naar Harder Plaza toe komen om daar te gaan karten, lunchen en zo. En we hadden dus heel veel koud buffet klaargemaakt, heel veel eten. En uiteindelijk bleken er, 30, 40 man op te dagen van de honderden die zouden moeten komen. Dus ja, we hebben de hele tijd niks gedaan. En aan het eind van de avond konden we alles weggooien.
Op 25 augustus 2018 was de laatste avond in het uitgaansgedeelte van het pand. Wat blijft is de herinnering. En voor Judith de Winter is die wel heel bijzonder. Omdat ik daar mijn man heb ontmoet, 1996, blind date gehad. Dus het was superleuk. Ik had hem al een keertje gezien, lang geleden, toen de tijd. En toen heb ik hem een superleuke kaart gestuurd. En toen is hij dus met me meegegaan. En toen hebben we daar elkaar getroffen. En nog steeds samen, 16 jaar getrouwd en 3 mooie dochters. De sloop van Hardes Plaza is letterlijk een einde van een tijdperk. Ja, wel zonde, want als je uit de polder eigenlijk de Veluwe opkomt, is het echt een markant punt wat je eigenlijk ziet staan. En dan heb je echt weer het gevoel van nu ben ik op de Veluwe. En dat verdwijnt natuurlijk. Jesper Asselman was jarenlang een verdienstelijk wielrenner in het profpeloton. Maar dit seizoen kwam hij door corona nauwelijks in actie. En daarom denkt de 30-jarige coureur uit Huissen nu serieus aan stoppen. Zijn fiets pakken voor weer een trainingstocht. Dat is wat Jesper Asselman vooral deed in 2020. En toen de koersen eindelijk werden hervat, liep het ook niet naar wens. Uiteindelijk toch nog wel wat wedstrijden kunnen doen. En de laatste wedstrijd brak alleen helaas mijn middenhandsbeentje. En ja, dat maakt het natuurlijk extra zuur. Een jaar geleden leek hij nog een contract te gaan tekenen bij de World Tour ploeg uit Israël. Aan het eind van afgelopen seizoen zag het er erg goed uit. En het leek erop dat ik een mooie stap ging maken. Uiteindelijk mocht het niet zo zijn. Ik wilde mezelf nog een keer tonen om uiteindelijk weer die stap omhoog te maken. Dat deed hij uiteindelijk bij de Gelderse Metec-formatie. Maar er waren nauwelijks wedstrijden waarin de 30-jarige wielrenner zich kon bewijzen. En dus dacht hij tijdens zijn tochten door de Lingewaard na over een alternatief. Ja, ik ben uiteindelijk begonnen met een deeltijd studie fysiotherapie. In eerste instantie om het goed te kunnen combineren met het wielrennen. In principe gaat Asselman zich focussen op een carrière als fysiotherapeut. Maar de passie voor het wielrennen gaat nooit weg. Het fietsen blijft voor mij wel het mooiste. En het liefst zou ik dat ook blijven doen. Dus de deur hou ik op mijn kier. Museum het Olderras laat al meer dan 25 jaar lang ieder jaar honderden appel- en perenrassen zien in een tentoonstelling die duizenden bezoekers trekt. En dit jaar geen grote proefshow, maar een verkoop, want dat is nog wel mogelijk. Knapperig en een beetje zuur, zoet en sappig. Niet met hun mond, maar met hun ogen en verbeelding proeven bezoekers dit jaar deze bijzondere fruitsoorten. Thuis kan er echt geproefd worden. Een mooie keer, hè? We hebben inderdaad ons fruit uitgestald. Allerlei bijzondere rassen die je ook niet in een winkel kan krijgen. Ja, dan heb je bijvoorbeeld over een Saint-Rémy. Moet je kijken wat een prachtige stoofberen. De stichting zocht naar mogelijkheden om de fruitsoorten zoals ieder jaar te promoten. Het zijn gewoon de bomen die het meeste gegeven hebben. Het mooiste fruit hebben gegeven en dan kunnen we dat verkopen. Verspreid over 2 dagen kwamen zo'n 200 mensen langs. Die op de hoogte waren gebracht door mond-op-mond reclame. Promotie was dit jaar niet toegestaan. Toen had die meneer al gezegd op 7 en 8 november, dan is hier de show, kunt u proeven. En toevallige passanten werden op deze zonnige zondag verrast. En dan hopen we natuurlijk dat ze in het seizoen nog weer terugkomen om ook nog wel weer een keertje een boompje te komen kopen. Ja. Dan nog het weer. Het was weer een heerlijk frisse start van de ochtend en de dauwdruppels die maken het echt sprookjesachtig. Vannacht koelt het niet verder af dan 7 graden. Lokaal wordt het wat nevelig. Het blijft vrijwel overal droog. Morgen komt de zon vooral in de middag geregeld tevoorschijn. Regen wordt er niet verwacht. En met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het in de middag zo'n 15 tot 16 graden. Dan het weer de komende dagen. Daarna wordt het namelijk wat minder zacht. De middagtemperatuur gaat geleidelijk omlaag naar 11 graden. Daarentegen verlopen de nachten en ochtenden vrij mild. Met maxima van 7 tot 10 graden. De zon schijnt af en toe. De meeste dagen blijft het droog. Behalve op donderdag, dan is er kans op een bui. In de ochtend een beetje groter. Tot zover deze uitzending op onze site gld.nl. Het verhaal over een piloot in Winterswijk die verblind raakte door een groene laserstraal. Mooie avond verder.